Ede energie-neutraal. De gemeente Ede wil uiterlijk in 2050 energie-neutraal zijn. Dat betekent dat we niet meer energie verbruiken dan dat we duurzaam opwekken. En dat doen we het liefst binnen onze eigen gemeentegrenzen. In de gemeente Ede zijn het verkeer en de gebouwen de grootste energieverbruikers. Op dit moment wordt ongeveer 10% van alle energie in Ede al duurzaam opgewekt. Om helemaal energie-neutraal te zijn, moet er dus nog veel gebeuren. Als inwoner kun je zelf ook maatregelen nemen om energie te besparen. Denk daarbij aan het beter isoleren van je huis of pak bijvoorbeeld de fiets of ga elektrisch rijden. De energie die we daarna nog nodig hebben, wekken we duurzaam op. Zo gaan aardgasnetwerken verdwijnen en bijvoorbeeld plaatsmaken voor warmtenetwerken. Er komen extra windmolens en er komen extra zonnepanelen op daken en in zonneparken. Wil je weten hoe je zelf kunt bijdragen aan een duurzaam Ede? Kijk dan op de website ede-natuurlijk.nl.